Kijkers, op goede verwachting is de afsluiting geweest van de vakantieperiode met de kinderen van de buurt. Roy Coach is de motor hierachter geweest en hij heeft ter gelegenheid daarvan ook schoolpakketten uitgereikt aan de kinderen. Het DNA-lid Edward Belfort is van de buurt en hij heeft ook bijgedragen aan deze activiteiten. Wij maakten een verslag daarvan voor u. Oké, ready? We staan hier op het Roy Coats Sportveld hier in Witbooitie. En we staan hier met de voorzitter van Roy Coats Promotion. Er wordt vandaag een sportactiviteit hier georganiseerd. Hij gaat ons zelf vertellen wat het doel precies is van deze activiteit. Nou, dit is geen nieuws van Roy Coats, want vandaag is precies mijn 12e jaar dat ik bezig ben met dit sport. Ik verdeel pakketjes elke jaar voor de kinderen. Dus dit is vandaag mijn 12e jaar van me. Dat is zodoende. Waarom organiseert u deze activiteit? Nou, omdat ik van deze sport houd en ik hou van jongeren. Dus vandaar heb ik voor dit gekozen om de jongeren altijd bezig bij mij te houden. En hoe ziet de dag vandaag eruit? Kunt u ons vertellen? Nou, voor mij ziet de dag echt leuk uit. Dus elke dag wanneer ik bezig ben met de kindertjes, de tieners, is de dag altijd lekker voor mij. Welke activiteiten zijn jullie mee bezig hier met de jongeren? Nou, ik heb altijd slagbal hier, ik heb voetbal, ik heb altijd stoelendans, we verdelen pakketten. Maar voor schoolpakketten altijd hebben we activiteiten waarmee we de spulletjes verdelen, dan verdelen we ook envelop. Maar ik mag ook één ding zeggen, de laatste 3 jaren heeft meneer Belfort me met heel veel geholpen, zoals vandaag. Vandaag, de grootste deel is van meneer Belfort. Dus ik mag hem dankbaar zijn dat hij me al die 3 jaren die hij minister was, dus dat hij me geholpen heeft. Dus, maar vanaf vandaag wil ik sta voor de camera en ik wil ieder vragen die me kan helpen met een steun om door te gaan met die kinderen. Weet je, want ik hou van dit sport, ik heb ervoor gekozen en ik heb die kinderen beloofd. Ik ga die kinderen schoolpakketten geven totdat ik dood ga. Dus ik weet niet waar ik dat geld ga vinden, maar elke vakantie geef ik die kinderen schoolpakketten. Het is mijn 12e jaar. Welke jongeren nemen deel, voornamelijk hier aan deze activiteit? Ja, je hebt goede verwachting en omgeving. Maar je hebt, als ik achter me kijk, dan zie ik mensen van Gijsvleit. Ik zie mensen van Toertonne. Dus je hebt verschillende buurten. Want wanneer ik iets organiseer, wil ik nooit zeggen van Witbooitie alleen. Weet je, Witbooitie en omgeving. Wat wilt u hiermee verder bereiken? Nou, ik zou het echt leuk vinden hoor, als ik, ik weet echt niet wie ik moet vragen, want ik ben overal, om eerlijk te zijn, ik ben al overal gegaan, sportzaken, OW, noem maar op, overal ben ik gegaan voor dit stukje, maar het lukt me niet. Dus wat ik wil, ik sta hier voor de camera en ik vraag aan de overheid, ja, ik weet niet wie, de president of wie maar ook, noem maar op, ik wil vragen van als ze me kunnen helpen met dit stukje. Ik wil geen huis bouwen, maar ik wil die kinderen bezig houden, zodat ze niet in die criminaliteit richting kunnen gaan. Francisca, wat vind je van dit initiatief? Heel goed, dat was leuk. Tot nu toe. We gaan niet ervan. Ja. Wat is jouw bijdrage vandaag hieraan? Zo, echt een slagbal. Ben je zelf van goede verwachting? Nee. Zijn er dit soort gelegenheden door in het jaar? Ja. Vaak organiseren ze hier dit soort activiteiten voor jullie? Ja, vooral in de vakantie. Ja, en ook soms wanneer de school is begonnen af en toe. Organiseert die wel, ja. En we zien ook hier de ex-minister van Justitie en nu parlementariër, meneer Edward Belfort. U bent de zaak hier komen ondersteunen. Wat gaat er nu in u om? Dit allemaal te zien? Een heel mooi moment om te bedenken dat ik vlak hier mijn jeugdjaar heb doorgebracht. Ook hier gevoetbald. Het was niet zo mooi. Gelukkig, gedurende mijn ambtsperiode is het mij gelukt. Een grote sponsor te vinden om dit mooie veld hier aan te leggen. En we hebben het met veel plezier gedaan. De ex-gouverneur, meneer Gilmore Hoefdraad van de Centrale Bank, heeft ervoor gezorgd dat dit veld bespeelbaar is nu. Waarom bent u in principe hier vandaag?
Nou, we hebben de afsluiting van de sportactiviteiten. En het is de bedoeling geweest om dan prijzen uit te reiken aan de winnaars. Dat hebben we ook gedaan met het schoolpakket hebben we ook overhandigd. En mijn coach is bezig weer ander deel te overhandigen aan de goed opgekomen jeugd. Meneer Coats vertelde ons daarnet dat hij verder hulp nodig heeft. Wat denkt u als autoriteit ook hier aan mee te werken? Hoe denkt u dat op te lossen met, samen met hem? Nou, het grootste deel is al gedaan. Het lag in de bedoeling om dat heel terrein zeg maar te egaliseren. Waardoor je dus twee wedstrijden tegelijk kon doen. Of één voetbalwedstrijd, een slagbalwedstrijd. De governor had beloofd een tribune te maken. Een 4x100 meter kunststofbaan zou worden aangelegd hier, waardoor je ook atletiek kon beoefenen. En een basketbalveld zou worden aangelegd. Dat is jammer genoeg niet doorgegaan. We hopen dat de huidige regering zeg maar middelen vrij maakt om dat plan nog te voltooien. Zijn er nog andere sportgelegenheid hier voor de jongeren, want ik heb gemerkt dat het niet helemaal 100% hier is in goede verwachting. Mooie vraag. Er is totaal niets hier voor ontspanning, voor recreatie en sport. Het is er niet. Vandaar dat je ook het fenomeen hangjongeren krijgt. Want het is een kinderrijke buurt als je bedenkt dat er meer dan 100 kinderen hier zijn. Was dit veld er niet, waar zouden ze op dit moment zijn? Thuis vervelen. Bij een vriend gaan naast of ietsje verder lopen. En wat ga je dan doen? Want ze hebben energie, dat moeten ze kwijt. En dat kunnen ze het best doen op een sportveld. Ze hebben talenten. En niet alleen jongens zijn er, meisjes. En als er geen accommodatie is, niet alleen voor deze buurt. Maar overal, we hebben Toekomstweg, we hebben Gerfleet, we hebben Sunny Point, we hebben Divers buiten, Texas, Pond buiten. Wanneer er een goede accommodatie is, dan moet dat gekoesterd worden en niet vernield worden. Moeizaam is dit veld tot stand gekomen. We hopen dat het intact blijft. Maar overal waar de overheid inspanningen voor, zeg maar, doet om iets neer te zetten, hopen wij dat de mensen dat onderhouden. Want onderhoud is behoud. Dit is er, het wordt gelukkig onderhouden. Maar overal nog, Sunny Point, noem maar op, al die buurten waar er mensen zijn en snakken naar een stukje een accommodatie om hun doen te kunnen doen. Hopen wij dat wanneer de overheid zover is om iets neer te zetten daar, dat men niet overgaat om ze te vernielen. Wat zult u verder doen in uw positie nu om de recreatieontwikkeling voor de jongeren hier in goede verwachting te verbeteren? Nou, waar nodig, waar ik zeg maar hulp kan vinden, zal ik niet schromen om de hulp te gaan zoeken om hier beter te maken voor de jeugd. Kijk, zoveel mensen daar schreeuwen om een pakket aan schoolspullen. Dat is allemaal gekomen uit mijn zak. En coach is de initiatiefnemer en ik heb hem ondersteund financieel. En waar nodig ook met voetballen, met trofeeën, noem maar op.